Welkom bij CarView. Mijn naam is Ben Verlooy en vandaag sta ik hier met de Mazda MX-5 160 Edition. Dit zou de perfecte uitvoering van de MX-5 ND moeten zijn in een beperkte oplage van slechts 160 stuks. Ik ga vandaag kijken of hij al dat rijplezier biedt dat hij belooft, maar ook dat hij een beetje praktisch is voor het dagelijkse gebruik. Ik ga je al één ding prijsgeven, hij is enorm leuk. Ik wens je alvast heel veel kijkplezier. Ongeveer 2 jaar geleden hebben we de MX-5 ND getest en dit vonden we toen een van de perfectste auto's die je dagelijks kan gebruiken voor rijplezier te hebben. Nu vandaag testen we opnieuw de MX-5 ND, maar een iets specialere versie, namelijk de 160 Edition. Dit is een speciale uitvoering waarvan slechts 160 exemplaren beschikbaar zijn en die zitten boordevol snufjes om ervoor te zorgen dat deze wagen echt wel de perfect driving machine wordt. Om het op te noemen heb je een Bilstein ophanging, Recaro zetels en ook een sperdifferentieel achteraan om ervoor te zorgen dat deze auto dus nog leuker rijdt. Nu, ik heb mijn jas nog aan omdat een van deze enorm leuke dingen in deze auto het dak is. Je kan het gewoon heel eenvoudig openen. Voilà, en je rijdt met het dak eraf. Nu, de MX-5 ND. Deze 160 Edition is nog steeds een aangename auto voor het dagelijkse gebruik. Dat merk je ook meteen. Hij is makkelijk om mee te rijden. Hij voelt niet te nerveus aan. En hij heeft een speelskantje voor dat plezier erin te krijgen. Ook is het een auto die ik persoonlijk nog zeer bruikbaar vind. Oké, je hebt niet al te veel kofferruimte. Maar uiteraard moet je toch op iets gaan inboeten als je al dat plezier wil. Nu, de wagen is best nog wel comfortabel. De Bilstein sportophanging ligt heel strak op de weg en zorgt ervoor dat de wagen totaal niet zal omrollen. Maar toch geeft hij een iets meegaand gevoel met de oneffenheden in de weg om ervoor te zorgen dat deze wagen toch nog bruikbaar is. Verder is het stoffendak redelijk goed geïsoleerd. Uiteraard heb je een klein beetje geluid als je over de autostrade rijdt, maar opnieuw is dat heel erg. Ik persoonlijk vind het niet storend. En zeker niet als je vergelijkt hoeveel plezier je in de plaats krijgt voor al dit. Nu, deze ND is een heel makkelijke auto om mee te rijden. En dat merk je ook van minuut 1. Hij ligt super strak op de weg, zoals ik net al zei. En hij geeft je een echt gevoel van verbinding. Je bent één met je auto, de weg. En dat zorgt ervoor dat deze auto gewoon zo leuk rijdt. Ook is het een auto die je heel goed kan aanvoelen. Je weet perfect waar je hem naartoe kan sturen. En ook als hij zijn achterkant laat uitbreken, is hij enorm makkelijk te corrigeren. En dat zorgt ervoor dat deze ND opnieuw meteen die leuke indruk geeft die ik verwacht had. Binnenin deze 160 Edition vind je een zeer mooi interieur. Je vindt heel wat Alcantara met een rood stiksel en deze prachtige Recaro zetels die comfortabel zitten en je ook goed op je plek houden bij het sportievere bochtenwerk. Je merkt ook dat het een driver-focused interieur is. Je zit goed, je voelt je verbonden met de wagen, maar je hebt ook luxe. Je hebt zetelverwarming, airconditioning, een goed infotainment systeem en ook een geweldig geluidssysteem van Bose. Verder vind je hier en daar mooie sportieve details om dit helemaal af te maken. Deze MX-5 ND heeft een kofferinhoud van 130 liter. Dat klinkt als niet heel veel, maar je moet natuurlijk in je gedachten houden dat het een zeer compacte roadster is. Nu, voor het dagelijkse gebruik is het echt wel te doen en wil je een weekendje weggaan, plaats je gewoon een grote sportzak in de koffer. Dat gaat allemaal. Wil je nog ietsje meer ruimte, kan je zelfs op de koffer een bagagedrager gaan monteren. Maar laten we eerlijk zijn, als praktische gezinswagen moet je hem niet kopen, want je gaat natuurlijk een klein beetje inboeten op ruimte. Maar het rijplezier maakt het dan weer allemaal helemaal goed.
Zoals ik het net al zei, is deze MX-5 160 Edition een comfortabele wagen voor het dagelijkse gebruik. Maar ga je het sportievere werk opzoeken, komt hij echt wel volledig in zijn element. De wagen voelt een klein beetje aan als een verlengde van jezelf. Alles wat je aanraakt geeft het gevoel dat je zelf echt aan het werken bent. En dat is dus iets wat je echt wel wil bij een sportwagen. Nu, het is ook een auto die je als persoon beter doet rijden. En dat is echt wel uniek. En dat komt omwille van verschillende dingen. Neem bijvoorbeeld deze versnellingsbak. Die geeft je een mooi mechanisch gevoel. Het stuurwiel voelt enorm direct aan en je kan de wagen perfect gaan wijzen hoe je wil. En die motor die je vooraan vindt is echt geweldig. Deze auto weegt net iets onder de 1000 kilogram en dan heb je dus geen bergen vermogen en koppel nodig om hem vooruit te doen gaan. Maar hij heeft wel 160 pk en 200 Nm uit een atmosferische 2 liter viercilinder. Nu, het atmosferische gebeuren is natuurlijk leuk, want hij klinkt lekker rauw en ik kan hem enorm hoog in toeren jagen. Wat natuurlijk het rijplezier gewoon nog vergroot. Dus zoals ik eerder al zei, vind je achteraan een sperdifferentieel. Je kan deze wagen heel mooi gaan oversturen en perfect in controle houden. En dat draagt weer al bij hetgeen dat ik net zei. Hij leert je beter rijden. En dat is wat deze MX-5 zo goed maakt. Nu nog een ander ding wat hem uiteraard aantrekkelijk maakt, is zijn prijs. Want dit is, naar mijn mening, een van de leukste auto's die je kan kopen onder de 50.000 euro, als het dan niet de leukste is. De Mazda MX-5 is al jaar en dag een synoniem voor betaalbaar rijplezier. Maar bij deze ND-versie is dat ook helemaal niet anders. Hij is enorm leuk en controleerbaar en ook nog steeds perfect voor het dagelijkse verkeer. Wil u meer CarView, kan u altijd abonneren op ons YouTube-kanaal. U kan ook terecht op onze website die u in de beschrijving vindt voor fotoshoots en nog veel meer. Ook maken we van onze performantere wagens een extra video van enkel het motorgeluid, zodat u een beter beeld kan krijgen van hoe deze wagen effectief klinkt. En tot slot kan u ook nog op het vak op uw scherm klikken voor een van onze andere video's. Alvast bedankt om te kijken en tot de volgende keer.